Hallo kijkers van Diepte, ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Prison Architect. Vanaf in ben ik hier gebleven waarbij we nu... ja, dit cellenblok volgens mij hebben gemaakt. Als ik het goed heb. En we willen hier nog een keer een cellenblok naast hebben. Ik had net achter dat niet genoeg stroom hier is. Oké. Maar we moeten dus nog eventjes wachten tot we hier ook wat meer cellenblokken neer kunnen zetten. En dan moeten we dit gedeelte ook nog even een beetje gaan uitbreiden. Maar dat komt allemaal nog wel. En in de tussentijd moeten we gewoon wachten op geld, denk ik, want dat is het enige wat we moeten. De rest dat komt vanzelf wel, denk ik. Even zien. Gevaren is heel hoog. Waarom? Waarom is dat zo hoog? Hygiëne. Ja, ze kunnen gaan douchen, maar als ze dat niet doen, ja, dat is niet mijn probleem. Dat bedoel ik niet zo. En volgens mij wou ik ook de wapenkamer nog een keer gaan uitbreiden en de kennel. Maar daar heb ik eerst wat meer gevangenen nodig. Anders kan het niet, natuurlijk. Even grondig onderzoek. Wordt wel veel alcohol gevonden. Als dat alcohol is. Drank, ja. Alweer een tunnel. Onder 29 jaar. Waaronder moord en moord. Logisch. 3 moorden. Zo, dan kan ik deze alvast neerzetten. We hebben toch al een klein gedeelte ervan al geregeld. Dat is fijn. Oh, zoals je moet wel de inzaam opsluiten. Ik moet nog een uitbreiden. Oh, daar hebben we nog een plek voor. Is een campagne helemaal over me heen. Oké, dan weer. Oké. Ze krijgen we nog meer gevangenen bij. Joepie. Are you serious? Kan ik dat ding alweer niet weghalen? Oké, die luchtplaatsen die zijn wel helemaal gebukt. Nou ja, dan niet. Als ik ze niet weg kan halen, ja, dan is het niet mijn probleem. Het is eigenlijk gewoon grote bullshit dat je ze niet weg kan halen. Blijf ik dus boetes krijgen vanwege een bug. Weet je wat? Ik ga gewoon even op internet opzoeken waar die bug kan, vandaan komen. Even zien. Ga ik gewoon even opzoeken, want als ik de hele tijd 10.000 gaan betalen, ja, dikke lul. Even zien, Can't build anything, doe ik wel gewoon even. Nee. Ja, in de common room. Ik weet al waar het op komt. Dat er in de intelligence. Als het goed is. Die hebben gewoon de groepsruimte. De luchtplaatsen overgenomen. Dus dat is geen bug, dat is gewoon als de gangs in zulke soort gebieden zijn, dan kun je daar gewoon niks meer neerzetten. Dit er gewoon helemaal overgenomen zijn. Ja, vind je het gek? Oh ja, ik kan ook geen bewakers inhuren. Dat probleem juist te fixen. Dus. Want het gaat wel steeds lager, dus dat is positief. Ja, kijk maar. Of 15. Dus dan moet ik daarvoor wachten. Moeten we die kring ook nog weer gaan repareren. Maar dat kan niet, omdat we geen geld hebben. Omdat er hier een bende zit. Nou ja, daar heb ik in ieder geval wel wat opgelost. Dan weet ik gewoon dat het daardoor... dat het door bendes komt, dat je daar niet meer kunt bouwen. Daar heb ik volgens mij wel eens vaker last van gehad. Zo, 20. Weer 10.000 boete. Ontsnappingspoging. We proberen ze te ontsnappen, maar dat is echt op vaak niet. Het is maar goed dat we daar maar wat bewakers neer hebben gezet. Yes! En als het niet goed is... Eindelijk. Zet ik er gewoon 1 neer. En dan doen we dat in de rest ook. Weer boete, goddammit. Nou, dat zal wel de laatste boete zijn. Oké, top. Ik zit ook nog even in de groepsruimte. Ja, oké, top. Nou, dat hebben we dus ook weer gefixt. Je moet alleen weer heel wat geld krijgen. Geld, geld, geld. Het is altijd wel het probleem. Nee, dat ga ik niet doen. Helemaal aan deze kant. Zo, ja. Oké, nou ik ga nu deze aflevering afzetten. Ik hoop dat ik vond. Geef like op waar ik nou. En zie je volgende keer weer. Later.